Grenzeloos leren is flexibel inspelen op veranderingen. Samen werken aan oplossingen. Kritisch en creatief denken. En ook veel meer. We willen leerlingen voorbereiden op een snel veranderende wereld. Maar hoe gaan we dat doen? Hoe zorgen we voor een stevige en brede basis? Voor goede opbrengsten? Met oog voor wat leerlingen motiveert. We vertrouwen erop dat je, net als juf Rivka, met wie je zo meteen kennis gaat maken, de moed hebt om in beweging te komen. Als we grenzeloos leren echt vorm willen geven, staan we open voor nieuwe inzichten en werken we met elkaar, collega's, ouders en leerlingen, aan onderwijs dat verrast en verwondert. Onderwijs dat kinderen in alle opzichten sterker maakt. Laat je inspireren door het verhaal van juf Rivka en haar gesprekken met drie INOS-collega's over hun ervaringen met grenzeloos leren. Dit is juffrouw Rivka. Met haar PABO-diploma op zak gaat ze aan de slag op een basisschool. In het begin vindt Rivka het prachtig. Ze geniet van het lesgeven in groep 3. Maar na een tijdje beginnen dingen haar te storen. Goed, we gaan dus beginnen met maan, roos, vis. De school werkt met 3 leerniveaus. En toch denkt Rivka dat je eigenlijk nog veel meer zou moeten differentiëren. Maar hoe? Die 3 niveaus zijn al ingewikkeld genoeg. Ze verbaast zich ook over de vele studiedagen waar onderwerpen langskomen waartussen ze geen enkele samenhang kan ontdekken. Maar waar ze nog wel het meest over in zit, is de passiviteit van de kinderen. Als kleuters vragen ze je het hemd van het lijf. Maar na een paar maanden in groep 3 lijkt het alsof alle speelsheid en nieuwsgierigheid zijn uitgedoofd. Op een dag zegt de directeur dat het anders moet. We gaan grenzeloos leren. Met meer nadruk op maatwerk, samenleven, eigenaarschap en onderzoekend leren. Ach ja, dit is weer dezelfde golfbeweging die het onderwijs elke 20 jaar maakt. Dat kan wel zo zijn, maar deze golf gaat wat mij betreft precies de goede kant op. Rivka vindt de nieuwe manier van werken geweldig. En haar groep ook. Er gaat natuurlijk van alles fout in het begin. Maar ze bespreekt alles na met de kinderen en het gaat steeds beter. Leren is een feest bij juf Rivka in de klas. Het is vergeefse moeite. Het gaat er niet om hoe leuk het is in de klas. Je wordt straks toch alleen afgerekend op de toetsresultaten. En van de inspectie zal het ook wel niet mogen. Ze blijkt ondanks alle moeite haar collega's niet enthousiast te krijgen. Maar haar idealen geeft ze niet op. Ze besluit contact te zoeken met Lisbeth, Denise en Michiel. Oud-medestudenten van haar PABO-opleiding die inmiddels op INOS-scholen in Breda werken. Ze is benieuwd hoe zij grenzeloos leren invullen en op gang weten te houden. Het valt me in jouw klas op dat de kinderen elkaar helpen. Ja, dat klopt. Kinderen helpen elkaar omdat ze elkaar vragen durven te stellen als ze iets niet weten. We zien vaak dat kinderen uitdaging uit de weg gaan omdat ze bang zijn om te falen. Dat zie je bij intelligente kinderen, maar ook bij kinderen die ergens niet zo goed in zijn. Maar ontwikkeling is alleen mogelijk als je fouten durft te maken. En dat is eng, ook voor ons als leerkracht. Waar haal je de tijd vandaan om je lessen voor te bereiden? Ja, tijd, daar zeg je zoiets. Maar sinds we met tablets werken, kijkt de computer zoveel mogelijk na. Kinderen zien hun eigen vorderingen en zien meteen of ze het goed doen of fout doen. En ik hoef er na school niet meer achter te komen dat een kind er helemaal niks van begrepen heeft. En we proberen ook minder te toetsen. Dat klinkt misschien alsof het allemaal van een leien dakje gaat, maar grenzeloos leren vraagt natuurlijk wel anders denken. Meer dingen samen oppakken, leren van geslaagde projecten op andere scholen. En om meer te bereiken moet je soms gewoon minder doen. Dus bijvoorbeeld minder vergaderen of proberen te schrappen in de methodes. Die gebruiken we nog wel, die methodes, maar we proberen ze wel te verlevendigen. Wat trouwens ook erg helpt, kinderen willen van nature al graag leren en daar spelen we dus op in. Zo kun je presenten bijvoorbeeld zo aanbieden dat kinderen meteen ervaren wat het betekent. Grenzeloos leren betekent helaas niet dat er geen kinderen meer zijn die geen extra ondersteuning nodig hebben. Was dat maar waar, maar we proberen wel minder tijd in papierwerk te steken en meer in de samenwerking tussen leerkrachten en de intern begeleider. En dat is winst. Hoe scoren jullie op de CITO-toets? En wat vinden de ouders hier allemaal van?
Ja, de CITO. Dacht ik in het begin ook dat alles daarom draaide. Maar weet je, dat is het doel helemaal niet. Er zijn allerlei andere vaardigheden die je niet kunt meten met zo'n standaard toetsen. 21st century skills. Wat echt telt, dat is niet te tellen. En weet je, dat verandert ook wel echt het contact dat we hebben met ouders en met leerlingen. We voeren niet meer SEC vanuit de puntenlijst gesprekken. Het is geen eenrichtingsverkeer meer. Maar we voeren ontwikkelgesprekken waarbij het kind echt centraal staat. Samen met de ouders en de kinderen hebben we het over hun doelen en over hun ontwikkeling. En dat is best moeilijk. Daar werken we met het hele team ook wel aan om dat beter te leren. Maar daar gaan we voor. Haar meest brandende vraag heeft Rivka voor het laatst bewaard. Hoe hebben jullie alle leerkrachten over de streep getrokken? Vroeger kwam je er best mee weg als je ja zei en nee deed, zolang het maar gezellig bleef. Maar ja, dat is natuurlijk funest voor het onderlinge vertrouwen. Je moet wel op elkaar kunnen rekenen, anders kun je nooit iets veranderen. Het is belangrijker om alles naar elkaar toe uit te spreken. En dan merk je dat veel collega's eigenlijk ook gewoon bang of onzeker zijn. En die angst om te falen zit bij ons misschien nog wel dieper dan bij de kinderen. En daarom is het goed om open te zijn en met elkaar in gesprek te blijven. Nou, ik vond het best wel frustrerend soms, hoor. Veranderen is gewoon moeilijk. Het gaat soms in kleine stappen. Maar we gaan wel vooruit met z'n allen. We zijn samen mooi onderwijs aan het maken. Je ziet die kinderen groeien, je ziet de kinderen genieten, je ziet ze opbloeien. En volgens mij is dat waar het over moet gaan. Alle begin is moeilijk. Maar als je volhoudt, is grenzeloos leren geweldig. INOS doet veel om grenzeloos leren mogelijk te maken. Maar wat betekent grenzeloos leren voor jou? Hoe stimuleer je brede ontwikkeling? En geef je leerlingen meer eigenaarschap over hun leerproces? Je weet dat kinderen van nature nieuwsgierig en vindingrijk zijn, maar hoe zorg je dat ze willen ontdekken en onderzoeken? Hoe sluit je aan op leerbehoeften en lever je zoveel mogelijk maatwerk? Hoe haal je de wereld de school binnen? En zoek je nieuwe verbindingen om samen leren en samen leven te versterken. Hoe haal je opbrengsten en zorg je tegelijk voor vernieuwing? Laten we net als juf Rivka de moed hebben om de mogelijkheden van grenzeloos leren te ervaren en in te zetten. Want grenzeloos leren begint bij jezelf.